Welkom bij weer een nieuwe vlog op Dutch Racing Events. We zijn hier vandaag bij het Nederlands kampioenschap autocross in Rosmalen. En dat is de derde wedstrijd op papier van het NK. Ja mensen, en vandaag is het 20 jaar geleden dat hier voor het laatst een NK autocross is gehouden. Iemand die er iets meer over kan vertellen is Christa. Christa, hoe zit dat precies? Nou, voor het laatst dat hier een NK autocross is geweest in Rosmalen is ruim 20 jaar geleden. 1996, zover ik weet. Dit is op een gehele nieuwe baan. De oude baan waar het vroeger op gedaan is, dat ja, ligt hier een paar kilometer verderop. Daar staat nu een nieuwbouwwijk op. Ja, wij, dus het is voor alle coureurs allemaal nieuw dan, hè? Ja, voor alle coureurs is het eigenlijk allemaal nieuw. Er zijn twee of drie coureurs die in hun carrière in Rosmalen hebben gecrossed. En dat zijn Erik Nap en... Gerrit Nap en Erik Pijnenburg. Ja, en die Erik Pijnenburg senior die rijdt vandaag zelf ook weer hier in Rosmalen. En van Gerrit Nap rijdt de zoon hier in Rosmalen. Nou, hartstikke mooi. Hey, bedankt voor deze korte uitleg. En heel veel succes. Het ziet er allemaal perfect uit. Goed georganiseerd. Dankjewel. We doen ons best ervoor. Grandioos. Oké. Ik sta hier naast Frans Verijzingen. En het leuke is, ik hoorde dat je ook bangers hebt gereden. Ja, dat is een jaar of 5-6 geleden op Warnerton heb ik Big Bangers gereden. Big Bangers? Ja, Big Bangers, de Volvo's. En ook succesvol geweest, wat prijzen binnengehaald? Helemaal niks. Dat ging alleen maar voor platte auto's. Maar wel flinke klappers uitgedeeld. Gelukkig wel, daar gingen we er voorheen. Ja, mooi. Nou, nadat die jongen van mij dus zijn toedrijf rijbewijs haalde, voor 4 jaar geleden, die wou graag weer... autocrossen zijn we weer begonnen naar Zeekiep. Ja. En we rijden nou voor het eerst NK's dit jaar. Ik rijd dit jaar 25 jaar. Je bent altijd een mens geweest. Nou, en het, we hebben het gehaald, de kwalificatie, dus nu zijn we op de NK's. Ja, mooi. Nou, jij rijdt samen met je zoon in een equipe. Ja. Jij hebt op Alberg de eerste wedstrijd van het NK gereden. Wat was het resultaat daar? Veel motorpech. We konden de temperatuur niet goed krijgen, dus ging elke keer in het noodprogramma. Maar dat was gewoon slecht. Het is nu afwachten vandaag. Ja mensen, we zien een hele hoop mooie bolides vandaag rijden. En ik ben naar de coureur toegestapt voor wat meer uitleg over zijn wagen. Zijn naam is Dennis Kuipers en ik laat hem even aan het woord. Dennis, wat voor wagen rijden? Welke klasse? Ik rij in de superklasse. Dan rij je met een Sprinter, een 4x4 en er zit een Porsche 3600 cc turbomotor in met een vermogen van ongeveer 480 pk. Zo, je hebt al één wedstrijd gereden voor het Nederlands kampioenschap. Waar is de stand? Waar sta je? Ik sta momenteel na één wedstrijd vijfde in het Nederlands kampioenschap. Dat is op zich niet slecht, maar we hadden er verder kunnen komen. Alleen we hadden bij de finale van start af in de eerste bocht wat probleempjes. We kwamen niet lekker door, dus daardoor toch een vijfde geworden. En vandaag, hoe sta je er nu voor? We hebben nou 1 maandje gereden en nu sta ik vierde na 1 maandje. Dus. Nou, netjes. Dus we wachten nog af voor de andere maandjes hoe het loopt. Prachtig. Bedankt voor deze uitleg. Ja, dank je. Ja mensen, dan ben ik net aan het rondlopen en dan zie ik hier de wagen staan.
volgens mij de enigste hier met een hele grote sticker erop van mijn grote vriend Henk Tang van Start, Autosport Magazine. Daar moet ik natuurlijk wel even meer van weten. En ik heb hier de creur bij me staan. Hey. Ja, ik ben Johan van Doornik, de eigenaar van de Groene Focus. Wel bekend als Arie. En nou goed, Arie doet het nog niet zo heel erg goed zoals wij het willen, maar ja, de aanhouder wint. Ja, ik zie aangepaste bakken erop staan, Wout in. Ja, dat is ons werk. Want, wij maken versnellingsbakken voor competitiedoeleinden. Aha, dus Johan aangepaste bak is Johan van Doornik. Dat ben ik, ja. Ah, mooi. Hey, je hebt vandaag gereden. Hoe is het gegaan? Ja, eigenlijk slecht. De eerste maand kreeg ik een drukker en toen eindigde ik op de heuvel. Toen stond ik dus stil. En de tweede maand kreeg ik een steen op de hoofdstroomschakelaar en dat ging niet uit. Oh jee. Dus we hebben niet zoveel benzine verstookt vandaag. Nee. En in de eerste wedstrijd op het Nederlands kampioenschap, hoe was het daar gegaan? Ja, matig ook, matig. We lopen tegen heel veel problemen aan. Ja. Dus het is jammer. Nou, dus, we hebben, ik weet niet of je het weet, of je de historie kent van stickers van Dutch Racing Events. Maar bijvoorbeeld bij het karten, sticker plakken is overwinning pakken. Dus misschien dat nou ja, luister, ik heb hem er met heel veel liefde opgeplakt voor je. Hartstikke fijn. Misschien dat het daar voor jou ook op gaat. Ja, goed. Heel veel ja, succes. Dank en bedankt. Oké, okay, Hans. Groetjes. Hoi. Hoi. Ja, mensen. Dat was je dan weer. Een prachtig dagje. Nederlands kampioenschap autocross in Rosmalen. Ik zie u graag weer bij een volgende vlog. Bedankt voor het kijken.
Ja mensen, dat was je dan weer. Een prachtig dagje. Nederlands kampioenschap autocross in Rosmalen. Ik zie u graag weer bij een volgende vlog. Bedankt voor het kijken.